Risser, eentje jarig in de Exquili. KVO Stende bestaat 100 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Het bestuur heeft dan ook kosten nog moeite gespaard. Zo was er het voorbije weekend een mooie tentoonstelling over de clubgeschiedenis. Al liggen de succesjaren van Oostende natuurlijk al een tijdje achter ons. Maar laten we ons concentreren op de wedstrijd nu, want wie komt er op bezoek? OHL, Oud-Heveleleuven, de ploeg van Jean-Pierre van der Velde, vorig seizoen in niet zo goede omstandigheden vertrokken uit het Albertpark. Ik heb hier goed werk geleverd en het is dan ook spijtig dat ik weggegaan ben, maar ja, het is nu eenmaal het hart die gekozen heeft. En ik vind het wel spijtig voor Oostende, maar ik heb het ook naar mijn zin in Oud-Heveleleuven. GP amuseert zich dus te pletter bij OHL, maar bij Oostende zijn ze er nog altijd niet over te spreken. Lange bal van Van den Bergen, Van der Bist en Dessenberg zit ernaast. En zo staat het hier na 12 minuten 1-0. Fredje Van der Bist scoort tegen zijn ex-club. En 1-0. 7 minuten na de openingsgoal. Vrije trap OHL met Betremieu. En meteen de 1-1 gelijkmaker Cédric Betremieu. Laag in de benedenhoek getrapt. En dan is het de vraag. Staat die muur verkeerd of staat de doelman niet juist opgesteld? 1-1. En die goal zorgt voor vertrouwen bij OHL. Dit is opnieuw Betremieu. Maar die scoort vanuit buitenspel. Een vrije trap nog voor Fredje van der Bist. Van behoorlijk ver, maar toch goed geprobeerd. Zou graag nog een tweede keer scoren. 1-1 de ruststand, de tweede helft nu. Van der Bist en de ruimte aan de linkerkant. Dan moet er een voorzet komen, daar is hij. Balaïs de kopbal en Ruttes in twee tijden. Ruttes is er na de rust ingekomen. Ruitings, nog altijd Ruitings. En dit is Betremieu. Maar dat is niet goed. Mooie individuele actie wel van Ruitings. Van der Bist. We zitten in het slotkwartier. Nog één keer Oostende. De voorzet van Koussement en de redding van Ruttes. En zo blijft het hier 1-1. We hebben niet echt uitgespeelde kansen gehad. Maar ik denk dat ze één keer al de goal geschot hebben op die vrije trap. Hij shot dan nog in de grond ook. Maar bon, het is te hopen dat we niet de ploeg worden van de gelijke speel. Want ondertussen hebben we er 7. De meeste van allemaal. We gaan er even uit voor een korte boodschap. Tot zo dadelijk.